Niet lekker. Nee. Oh, ik heb een wondje op mijn lip weer. En ik heb nog gezegd dat je dat niet moest doen, Alice. Oh. Oh, vervelend, jong. Opslaan. Hebben jullie er zin in? Nee. Ja, ik mis Dolly. Ik mis Dionne niet. Ik mis wel Dolly. Hondas. Letterlijk. Red Libra apart. Jij bent lelijk. En we gaan geen drank meer drinken. Helemaal niet. Is dat Ivan en ik op dezelfde school weer gezeten? Nee. Hey, wat leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Ik ben hier samen met Bradley van Bradley's. En samen met Alice van Alice in YouTube Land. En een half jaar geleden hebben wij samen een video opgenomen. En dat was een Harry Potter quiz. Die kan je vinden op haar kanaal. En daarin kon je zien, nadat jullie hem hebben gekeken, dus klik even. Daarin konden jullie zien dat het dus gelijkspel was in die quiz. Dus we hebben nog steeds geen winnaar van de grote magische ultra Harry Potter quiz. We hebben dit keer als quizmaster hebben wij Bradley Bravard gevraagd. En die gaat absoluut, want hij kent alles van Harry Potter. Dus hoe heet Harry Potter in het echt en hoe oud is die? Daniel Radcliffe en hij is 25? 27. Ik had het goed, hè? 25. 26. Hij is net zo oud. Ik zei het. Oh. Ik zweer, ik had het niet vijf. Nou, box! Oh! Volgens mij hebben we het fout. Vraag 1. Hey, okay. Oké, jullie moeten even een geluidje hebben. Wat neem jij? Oké, en jij? Het is de vorige keer. Piep, piep. Zijn jullie klaar voor? Ja. Dan gaan wij de vraag. De eerste vraag. Hoe heet Ginny Wemel eigenlijk? Ja. Ginerva Molly Weasley. Goed zo. Oh, 1 punt voor mij. Oké, dat wist ik niet. Vraag 2. 2. Hoeveel zoons heeft mevrouw Wemel? Wacht. En wat is de volgorde van oud naar jong? Charlie, Bill, Fred George, Ron, Ginny. 6. Je fout. We gaan Percy. Ah, stop. Jij mag elke keer proberen. Dus je moet de hoeveelheid zoons en de volgorde van oud naar jong. Charlie, Bill, Percy, Fred en George, Ron en dan Ginny. Heel goed. Ik word afgemaakt in een thuiswedstrijd. De volgorde was fout, maar je krijgt wel het punt, want je hebt ze allemaal genoemd. Oh, fuck. Hoezo was de volgorde? De volgorde is eigenlijk Bill, Charlie, Percy, George. En jij begon de oudste? Jij begon ook met Charlie. De oudste is. Ik begon alleen met Charlie om de dijk. Kut. Punt. 2 punten. Wow. Vraag. Dan moet jij zeggen. 3. Vraag 3. 3. In welk jaar gingen Lily en James Potter dood? Ik weet wel de datum, want het was 31 oktober, want het was met Halloween. Ik ga gokken. 1981. Ja, goed! Oh ja, want ik weet waarom ik het onthouden heb, omdat mijn zus toen ook geboren is. En het was Halloween. Dus ja, het is mooi geweest. Goed. God. 3. Wat heb je uitgekozen? Ik ben verdrietig. Vraag. Ik heb hem nou geld gegeven. 4. Waar ging Fred Wemel dood? In Zwijnstein. Dat is wel waar. Maar waar in Zwijnstein? In de grote zaal. Ja. In een gang. In een klaslokaal. Ik weet het niet. Op de wc. Nee. Wil jij het proberen? Nee, ik heb geen idee. Het was buiten de kamer van de Hoge Nood. Wat schreef Harry op het graf van Dobby? Daar! Klakker! Ja. Sst. Here rest a happy house elf. Nee. Iets in die trant. Ik weet het. Wel iets met house elf. Of een servant. Nee. Of een goeie. Nee, een free elf. Here rest a free elf. Nee. Iets met free. Here lies a free elf. Ah, flikker toch op. Wat zeg jij als jouw antwoord? Here lies a free elf. Hier ligt een vrije elf. Als ze 1 letter fout heeft, is het klaar, oké? Okay? Alice is het dichtst in de buurt, want het is... Here lies Dobby, a free elf. Oké, ik geef een punt. Maar niet uit of het letterlijk is, maar hij had uiteindelijk het wel goed. Geef je mijn punt? Ja, wel. Oh. Ja, geef je een punt? Okay. Ja, ik heb toch 3 punten, weet je wel. 3. 1. We moeten wel een beetje spannend blijven. Ja, dat is een kut video. De volgende vraag. Wat is de patronus van Luna Leeflang? Die hebben we in de vorige quiz ook gehad, maar dat is een haas. Dat klopt. En ik zei otter. En ik zou het weer zeggen. Ja, dus ik heb niks geleerd. Een otter. Nee. Kut, sorry. Next question. Wat doet Hagrid als hij katten ziet? Ben ik veel? Ik weet het ook niet. Ik heb geen idee. Wat doet Hagrid als hij katten ziet? Niezen. Ja! Yeah! Wow! Dit was een volledige gok. 4-2. In hoeveel talen is het boek van Harry Potter vertaald? Jij was eerst. 46. Jij hoger of lager? Hoger. 50? Het antwoord is... hoger. Het waren 67 verschillende talen. 67? Maar ik was wel dichtbij. Ja. Dat is dus... inclusief Latijn. Ivar. Ja?
Dit doet pijn. Ja, in het hart, ziel, alles. God. Volgende. Oké. Ik kan dit niet meer winnen, of wel? Jij kan nog wel, het kan zeker. Welk oor verloor George Wayman? Hij was eerst. Hij ligt zo op het bed. Dus dat moet zijn linkeroor zijn geweest. Yeah! Ik zag de film zijn hoe die lag en dan, hij gaat niet op zijn kapot horen. Oh ja. Bloody shite. Ga verder. Volgende vraag. Doe. Bitch! Wat is de echte naam van de actrice die de rol speelt van Luna Lynch? Kukkelukkelu! En Vanna Lynch. Ik denk kukkelukkelu. Heel goed. Dat weet je nog niet. Oh, ik heb het nog nu vier. Vier. Spanning en sensatie. Waar is de nieuwe Harry Potter World geopend? Eerder. Japan. Fout. Hollywood. Hollywood. Klopt inderdaad. 6. Nee, grapje, is niet waar. 5-4. Wanneer is de verjaardag van Harry Potter? Kak, ik weet het nou niet eens meer. Ik ook niet. Oh, ik weet het wel. Het is in september. Nee. Wel? Nee, juni. Juli. Ik weet het. 11 juli. Nee. Fout. 10. 31 juni. Niet 31. Juni? Of juni. Dat zeg je echt op zo'n manier dat het kan dat juni. Juni. Jawel, je probeert me in de zijk te nemen. Het is sowieso juni. Fout. Je mag nog één keer proberen. Oh, dan is het juli. Augustus. Zelfde datum. Fout. Juli. 31 juli. Juist! En J.K. Rowling is dan ook jarig. Ja, dat weet ik hoor. Reisneus. Het 6. 4. Wat een kutspel. Dus je moet ze nu alle drie goed hebben om te winnen. Als ik er nu nog één heb, dan heb je al verloren. Oh, dat is kut. Spanning en sensatie. Welk woord uit Harry Potter staat in het Engelse woordenboek? Ik was het. Quidditch. Fout. Boterbier. Fout. Ik weet het. 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 Hogwarts. Fout. Dreuzel. Muggle. Ja! Dat betekent de winnaar van de Harry Potter quiz is... Alice! Op je eigen kanaal! Oké, ik moet toegeven, dit is een knappe prestatie van Alice. En ja, ik moet nu ook echt eerlijk zijn. Ja, voor iemand heel goed gedaan. Die Gallisch veel van Harry Potter weet. Heel goed gedaan. Heel hou je het zeggen. Maar binnen een paar maanden staat de revanche. Geen revanche, ik heb gewonnen. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar deze video. Vergeet jullie niet even te abonneren op Alice, waar wij samen nog een video op hebben genomen. Op het kanaal van Bradley, want hij is awesome en binnenkort zullen we heus ooit wel een video opnemen. Ja, als er ooit een keer van komt, godverdomme. Jullie wonen echt, jullie zijn de enigen die in Zimbabwe wonen. Dus het lijkt me logisch dat jullie gewoon een keer een video kunnen maken. Vergeet niet even een duimpje omhoog te doen en ik zie jullie volgende keer weer bij een gloednieuwe video. Doei! Ik zou met Carré gaan trouwen, met Kelvin naar bed gaan en met Emma, wat zeg ik, vermoorden. Kelvin ga ik naar bed. Kelvin is jonger dan mij. Ja, dat voel je niet. Dat voel je niet?